zin in een feestje? Dan zit je helemaal op je plek bij de partycrew. Ja, iedere week geven wij een super tof feest voor onze vrienden. Ja, en daarvoor bedenken we een party snack en een DIY. En een supercoole party game. En we leggen jou uit hoe we dat allemaal gaan doen. Ja, dat is natuurlijk super handig voor je eigen feestje. En het thema deze week is... 1, 2, 3... Galaxy! List Galaxy Party. Ayana en Esther, jullie gaan een Galaxy tie-dye t-shirt maken. Niels en Madelief, jullie gaan naar de keuken voor het mooiste drankje van het universum. Let's go! Jullie gingen toch die t-shirts verven, dacht ik? Ja, dat zijn we aan het doen, maar we zijn even de shirtjes aan het zoeken. Ja. Die zitten hierin. Er zit toch ook zo'n masker in? Oh, hier, eentje. Goed, wij gaan ondertussen wel beginnen. Kijk, wij gaan vandaag deze magische Galaxy cocktail maken. Oh. Heel erg vet. En is ook leuk voor elk feestje, maar eigenlijk duurt het wel een beetje lang. Dus je moet wel vroeg beginnen van tevoren. Een cocktail hoort op een feestje. Vind ik ook. Maar wat hebben we nodig vandaag, Madelief? Een liter heet water, blauwe vlindererbloemen. Nu denk je misschien, wat is dat? Kan je gewoon online bestellen. Citroensap, suiker en bruiswater. Oké, we gaan beginnen met het magische ijs. Meiden, wat zijn jullie aan het doen daar? Ik sta zo goed. Oké, kokend water. En vervolgens gaan we dus de vlindererbloemen erin weken voor de donkerblauwe kleur. Een liter. Ja. Helemaal vol. Komt dat heel nauw? Nou, begin het er maar in. Ik heb hem al aangezet. Wat een lief. Pak even een doekje daar. Het wordt helemaal nat. Gelukkig is het maar water. Oké, kijk. Nu gaat hij koken. We gaan deze dingen erbij doen. Succes. Zullen wij een beetje roeren? Wat dus wel belangrijk is, is als eenmaal het water kookt, zet de temperatuur dan wat lager. Want anders dan blijft hij heel hard gaan. En zoals je ziet, mengt die kleur er al heel goed in nu. Ik denk dat het eigenlijk goed is. Ik denk het eigenlijk ook. Als je dus tevreden bent met de kleur, kan je het hierin doen met een zeef. En wat we nu gaan doen, is we gaan het in de ijsblokjesvorm gieten. Kijk. Dat mag jij ook doen. Nee, jij doet veel te moeilijk. Hoezo? Oké, nou, als je een troep wil maken, dan moet je het vooral doen hoe Madelief het doet. En als je het goed wil, dan moet je het doen hoe ik het net deed. Maar doe ik het wel altijd zo. Het zit er wel in. Dus daar gaat het uiteindelijk om. Zal ik het eventjes op mijn manier doen? Gelukkig in buitenaardse leven. In buitenaards leven? Ja. Ja, daar geloof ik wel in. Want waarom zijn wij op de aarde, maar is er niemand anders? Ik geloof daar dus ook heel erg in. Het kan niet zo zijn dat hier op dit bolletje, dat het enige vorm van leven is. Ja. Ik denk dat er ook echt gewoon wezens zijn. Dat kan niet. Nee, er zijn aliens. Ja. Ik denk niet dat er, weet je, met zo'n maskertje... Dat... Niet? Weet je, wij hebben een hele geschiedenis met de renaissance en zo. Daar kennen zij natuurlijk al. Ja, misschien zitten zij nog wel in de renaissance. Maar dat is zo... Ik volg dit gesprek. Filosofisch. Misschien hebben zij iets heel anders ontdekt. Zullen wij door? Want onze ijsblokjes zijn klaar. Oké, dit gaan we dus nu in de vriezer doen. 24 uur staan. Kijk eens. Zo komen ze er dus uit. Oh yes. Alle ijsblokjes doen we dus in plastic zakken, want uiteindelijk gaan we het crushen. Ik vind dit oprecht een beetje spannend. Oren dicht. Ja, we moeten ijs crushen. Oh, nou, wij krijgen een beetje oorpijn, dus wij gaan even die kant op. We hebben ze gevonden. Helemaal goed. Dit leggen we even terug in de vriezer, want het gaat natuurlijk smelten. Wat lief, kunnen wij door met de volgende stap. Yes. We gaan nu de citroensiroop maken. En dat is dus dit laagje hieronder. Heel veel suiker. Oh. Oké. Okay. Mag ik roeren? Ja, je moet lekker roeren. Je moet natuurlijk niet aanbranden. Kijk nou. Ja, dit moet dus gewoon een beetje dik worden. Een beetje zo gecondenseerde melk. Gecondenseerde melk bedoel je? Zometeen gaan we natuurlijk de glazen inschenken. Maar nu eerst gaan we de party game voorbereiden. Face the cookie. Oh ja! Gaan we de cookies helemaal galaxy maken. Echt superleuk. Ik pak de koekjes. Top, dan pak ik de sprinkles. Ah, zo leuk! Oké. Okay. Wow. Jongens, wat leuk! Zijn dat die overal? Ja! Wauw! Nou, succes hè met de shirts. Dank u. Wij gaan vandaag een Galaxy tie-dye shirt maken, zoals deze.
Nou, als eerste gaan we even de tafel bekleden met tafelzelf. Want je wil natuurlijk niet dat het vies wordt. We gaan werken met bleek en zo, dus dat we niet op tafel hebben. Ja, en ik denk ook niet dat je ouders daar heel blij mee zijn. Perfect! Dus wat we allemaal even nodig hebben, sowieso de shirtjes. Kan elke kleur zijn, als het maar niet wit is. Ja, dan heb je geen Galaxy. Ja, dan heb je geen Galaxy. Bleek, water in zo'n spray. Dat werkt. Textielverf. We hebben blauw, roze en paars. Ja, en een beetje wit. Kwasten en handschoentjes. Nou, bleek wil je niet over je kleding hebben. Dus daarom hebben we ook dit hele mooie overal aangedaan. Ja. En je kan ook bijvoorbeeld je ouders of je grote broers zus vragen om te helpen. Oké, okay. Laten we beginnen. Zo. Dat is een operatie gaan beginnen. Echt, hè? We gaan als eerst de shirt nat maken. Zo, jullie zijn lekker bezig. Ja. Ja, goed. Hè? Oh, oh, mag ik zien? Oh, ik heb haar zo heel schattig. Kijk, jongens. Planeetjes. Ja, helemaal een galaxy thema. Helemaal een thema. En dan lekker uitknijpen. Oké. Okay. Nou. We gaan een paar proppen maken in ons shirt. Dan kan je gewoon zo bij elkaar friemelen. En als je dit hebt gedaan, dan gaan we hier voorzichtig wat bleek op de proppen gieten. Als je er bleek overheen hebt gegoten, dan gaan we met de waterspray lekker opsprayen. Zodat het een beetje zo'n effect krijgt. Mag lekker veel. Het begint al te verkleuren. Het gaat echt heel snel. En na een uur is het gewoon weg. Ja. Mijn oma woont in the middle of nowhere. En daar, oh my god, in de avond kan je er zo'n mooie sterrenhemel zien. Echt? Dat is niet normaal. Oh, dat lijkt me echt zo romantisch als je op date gaat zitten. Ah, oprecht. Om te kijken. Oh my god. Ja, oh, het is zo, zo mooi. Leuk. Ja, alleen heb ik dan nu niet niemand waarmee ik dat kan kijken. Maar weet je, familie. Ja, ik ben ook echt helemaal obsessed met sterren. Mijn naam Esther betekent ster. Echt? Dus ik heb, kijk, ook sterren, oorbellen, heel veel. Flex? Altijd, oh my god, dat vind ik echt cool. Sterren op mijn kleding en zo, ik vind dat echt superleuk. Oh my god, ik wist dat Esther ster betekent. Nou, bij deze. Oh my god, dat vind ik echt cool. Ja, echt leuk. Oh, die van jou wordt roze. Ja, oh, kijk, dat leuk. Oh ja, heel echt, mooi. Hè? Als je tevreden bent met hoe het verkleurd is, dan gaan we hem spoelen, want dan stopt het met verkleuren. Hey. We hebben weer, oh my god. Deze de cookie. Helemaal een galaxy thema. Kijk. Heel vet. Cool, hè? Zo. Nou, wij zijn weg. Daar gaan we weer. Oké, okay. Wij zijn ook bijna klaar. Het is hier. Het ruikt naar zwembad. Dat vind ik niet lekker ruiken. Ik wel. En ondertussen is onze siroop denk ik ook wel afgekoeld, wel lief. Oh. Ja, dit ziet eruit als siroop. We gaan het eventjes in deze fles gieten. Ja. Met de trechter. Weet je wat ik echt heel erg interessant vind? Horoscopen. Dat gewoon de stand van de sterren en de planeten gewoon iemands persoon of in ieder geval iets kunnen vertellen over je karakter. Dat is toch zo vet. Ik denk dat het gewoon toeval is. Heb je er bewijs voor? Ja, ik zweer het. Vaak kloppen dingen echt. Ik ga dingen voor jullie opzoeken. Dan ga ik het leukste doen. Ik ga namelijk nu de Galaxy cocktails inschenken. Nou, dit ziet er wel koud genoeg uit, hoor. Een kwart van het glas vul je met magisch ijs en een kwart van het glas vul je met gewoon ijs. En nu het magische ijs eroverheen. Je handen worden wel goed koud hiervan. De siroop. Dit gaan we eroverheen doen. Niet te veel, niet te weinig. We gaan hem aftoppen met bruisend water. Oeh. Oké, hier gaan we, jongens. En als laatste nog een beetje magisch ijs. Hoe meer dus dit ijs gaat smelten, hoe paarser het wordt. Dus niet gelijk serveren op je feestje. Afmaken met een leuk rietje. Allemaal leuke sterretjes. En om het helemaal af te maken, doe ik er een citroenschijfje op. En voilà, een perfecte magische galaxy cocktail. En vond je dit nou allemaal iets te snel gaan, dan kan je het allemaal gewoon online terugzien natuurlijk. Heel leuk die cocktail. Gaaf, hè? Ja, maar bij ons met de shirts gaat het ook heel goed, hè?
Ja, we komen nu bij de volgende stap. We gaan nu op de gebleekte stukken een beetje textielverf spuiten. Yes. Blauw, roze, paars. Gewoon echt die galaxy kleur. Ja, ja, wat je wil. Oké. Okay. Lekker een beetje op je eigen gevoel. Je kan het ook een beetje uitwrijven met je vingers. Dat het een beetje zo'n overgang krijgt. Je wilt uiteindelijk dat alle witte plekjes, dat die weg zijn. Oh. Ik heb helemaal nog geen paars. Nog een beetje blauw. Oh, die van jou is echt heel cool. Voor mij is een beetje donker geworden, maar... Als je de verf overheen hebt gespoten, gaan we een beetje water weer overheen sprayen. Zodat het lekker in elkaar overloopt. Zo. Dank je. Yes. Misschien... Ja! zo is het wel goed, hè? Ja. Nou, als je er water overheen hebt gespoten, dan moeten we heel even wachten tot het verf gaat intrekken. Oeh, kijk wat ik vind over Esther. Esther, huh? Jij bent een maagd, toch? Ja. Oh, we gaan hier doen. Staat. Maagden zijn echte party planners. Ja. Alles moet perfect zijn. En ze hebben ook voor detail. Oeh. Dat klopt wel echt. Ja. 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 Heb je nog meer? Ayana. Oh, ja? Stier, toch? Ja, ik ben stier. Stieren houden van veel en lekker eten. Alles haal je uit de kast voor je vrienden op een feestje. Nou, dat is gewoon letterlijk omschrijving over jou. Als Ayana. Ja. Je hebt ram. Ja, klopt. Ja, vrolijk, grappig en enthousiast. Feestjes komen pas echt op gang als er ram aanwezig is. Ja, dat klopt. Hey. Ja, want het is altijd een feestje hier, toch? En ik ben er ook altijd. Nou, ik ben de weegschaal. Ja. Weegschaal is erg sociaal. Naar een feestje gaan is echt jouw ding en je raakt makkelijk met mensen aan de praat. Ja, ja, dat is wel echt zo. Waar. Ik begin er wel in te geloven, jongens. Ik wel in die horoscoop. Hey, maar wij moeten weer door met onze shirts. Als je shirt is gedroogd, dan kunnen we door met de volgende stap. We gaan namelijk sterretjes vormen. En wat je daarvoor nodig hebt, is witte textielverf en wat water. Je doet een beetje witte verf in het potje. Zo. Neem je kwastje in wat water. En een beetje verf. En dan ga je dit zo tikken op je hand, zodat het zo spettert. Oh. Zie je? En dan krijg je een beetje van die witte sterretjes. Gewoon tikken? Ja. Ah. Heb jij ooit zeg maar, met echt zo'n telescoop naar de maan of zo? Ik niet, jij wel? Ja, mijn neef heeft dus zo'n ding. En ik denk dan elke keer dat ik zeg maar de maan zie, maar ik weet niet of het eigenlijk klopt. Weet je wat ik wel trouwens een keer heb gezien, denk ik echt? Een UFO. Echt? Nee, nee, je kan wel lachen, maar het was nacht en ik was met mijn zus. En opeens, we zagen gewoon iets in de lucht met heel veel licht. En het ging zo, pjoe, echt heel snel. Nou, misschien dat het oprecht wel kan, hoor. Tuurlijk kan het. Ja, maar ik weet niet of je het van het hier kan zien, soort van. Je gelooft me niet, hè? Oké, ik ben eigenlijk best wel bijna klaar met deze sterren. Kijk hoe ze eruit zien. Echt super leuk. Leuk, hè? Echt gewoon een galaxy. Ze moeten alleen nog drogen en dan zijn ze klaar voor de Galaxy Party. Nou, en je feestje kan echt niet meer stuk met een party game. En deze week doen wij de feest cookie met onze zelf Galaxy-achtige versierde cookies. Dus die nemen we mee. Ja, en dit is dus hoe het werkt. Allereerst leg je een koekje over het midden van je voorhoofd. En dan moet je binnen een minuut proberen om zonder je handen, dus alleen met je gezichtsspieren en de zwaartekracht, om naar je mond te krijgen. Als die valt, ben je dus af. En als die je mond bereikt, dan is het koekje lekker voor jou. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, ik zou zeggen, pak er één. Zo grommig. Hoofd achteruit. Oh. 3, 2, 1. Go! Je moet iets voor je hoofd naar beneden doen, denk ik, om mooie beweging te krijgen. Nee, goed. Je ziet er heel charmant uit. Heel charmant. Ja, hij komt steeds naar beneden. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh, nee! Ik was wel goed op weg. Ja, maar niet goed genoeg. Mag ik ook, mag ik ook? Oh, ik vind het echt. 3, 2, 1. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Nou, ik ben benieuwd hoe het zo meteen bij de party gaat, jongens. Nou, laat de party maar beginnen. Let's go. En wil jij je huis nou ook versieren met Galaxy? Bijvoorbeeld met deze maanlamp. Die staat online, dus check hem snel. Attentie, versiering, check. Galaxy cocktails, ready. Party game, ready for take-off.
Yes, we're gonna have a galaxy party. Stop met wat je doet. The party crew is daar. It's time to celebrate. Singing oh oh oh. Let's get in the mood, want iedereen is aan. Neem je vrienden mee. Ja, let's go oh oh. Are you ready? Ready? Om lekker los te gaan. We maken herrie, herrie. Alright, let's go. We're gonna have a party. Oh oh. We bouwen hier een feestje, dus kom erbij. We're gonna have a party. Oh oh. Yeah, we all gonna be stars tonight. We are smart. We are silly every time. Gaan we los, we hebben alle tijd. We'll be alright. We're gonna have a party. Oh oh. Yeah, we all gonna be stars tonight. Oh yeah, oh yeah. Yeah, we're gonna have a party, yeah. Oh yeah, all night. Gooi die moes in een neon light. Wij gaan gek vandaag, yeah. Dus doe alsof je jarig bent. Pak die spoed op de dancefloor, ja. Feest hier nog even door. Leuk dat je er weer bij was. Ja, en al onze tips staan online voor je eigen Galaxy Party. Wij zijn echt super benieuwd naar hoe jouw feestje was. Dus mail ons alle foto's en video's. Yes, en het thema van volgende week is... Zijn oh, nou, dan niet. Dan zie je dan volgende week wel. Ja. We're